We killed bitches. Get out of my channel, bitches. Ik wil deze video al lang maken. Even duidelijkheid voor deze video. De disclaimer. Ik ben helemaal niet anti-campagnes. Ik vind dat een mooie manier is om extra geld te verdienen op YouTube. Of gewoon om geld te verdienen op YouTube. Ja. Ik zou zelf ook een campagne doen als dat iets is wat mij aanstaat. Als dat iets is waarvan ik denk, yo, dit moet gedeeld worden. Op dit moment zijn er jammer genoeg geen campagnes waarbij ik dat denk. De enige campagne waar ik met trots en echt blijdschap aan heb meegedaan was Get Owned. En dat was ook helemaal het woord waard. Dat was echt een campagne waar ik met veel plezier aan het meegedaan. En ik zeg jullie ook eerlijk, daar heb ik mooi geld mee verdiend. Dat was nice. Maar al de andere dingen skip ik, omdat ik denk van, yo, dit is gewoon poep, dit is gewoon aids, dit is gewoon kak. Vandaag leer ik jullie campagnes herkennen, analyseren. Maar het belangrijkste van allemaal is de campagnes vermijden. Dat jij niet wel zien, en daarvoor doe ik mijn jasje aan. Vanaf nu is King Alert niet meer jullie politieagent op YouTube. Als jij je aangesproken voelt na deze video, dan is dat helemaal de bedoeling. Ready to kill some bitches. Campagnes, ze zijn overal. Ik zie hier elke dag meer en meer. Kan dat mij één hol schelen? Nee, eigenlijk niet. Maar we on it. This is my case, oké? Okay? Als ik een leerkracht zou zijn, dan zou ik het vak campagnes geven. Maar ik ben geen leerkracht en ik doe geen campagnes. Vandaag gaan we campagnes onderzoeken. Is deze video een campagne of is deze video geen campagne? Als het een campagne is, dan killen we de creator. Kill ik dus de creator, snap je? Als het geen campagne is, ja, Dan ben ik hier van niks. Ik kan jullie verzekeren dat jullie sowieso ook al opgelegd zijn door deze shit. Dus ik denk daar vandaag een paar creators gekild gaan worden. Deze stoel, deze DX Racer, heb ik gekocht op Game Gear. Ik weet dat ik deze even goed gesponsord had kunnen krijgen, maar nee, ik heb die zelf gekocht. Dat ik mij vandaag een beetje in de rol zet van mijn favoriete YouTuber. King Alert, bitches. Yeah. Beginnen wij met deze boy. Privé Enzo 1 miljoen per jaar diss track overload. Klinkt als een normale King Alert video waar niet boeiend nieuws aangekaart wordt. Niet boeiend nieuws uit de Benelux. Laten we even samen naar deze video checken. King Alert! Welkom bij... Stop. Dit had ik niet verwacht van je, Paul. Sorry aan je kinderen en aan je vrouw. Sorry. Deze job is vreselijk. Ik doe dit niet graag. Het gaat een bloedbadje worden, denk ik, vandaag. Vandaag is vrijdag 25 augustus. De schoolvakant zit er bijna op. Laten we dat feestelijk afsluiten met een giveaway. Want hier zie je allemaal spullen op het bureau. Emojis, kussens, powerbank. Kijk, what the fuck? Ik wil geen unicorn powerbank. Wat is dit voor cringy fucking shit? Waarom zou je als nieuwskanaal een giveaway doen van emoji pillows, emoji powerbanks? Je wilt toch niet oppoelen op school en dan tonen van, kijk, ik heb deze shit powerbank. Nee. Waar is de Enzo 1 miljoen per jaar? Dit is de Emoji Powerbank Pillow Giveaway. Ik wil wel winnen. Wat moet je doen om te winnen? Dikke shout-out naar Mega Gadgets voor het opsturen van deze... Yeah, Mega Gadgets. Shout-out naar jullie. Check megagadgets.nl. Meat Claws. What the fuck? Daarvoor. Wil je toch geen fucking reclame maken? Oh, oké. Okay. Tweede keer dat ik het doe, ja? Omdat je twee kogels verdient. This guy, twee kogels. Deze job. Kijk, ik doe het ook niet met veel plezier, maar wat moet, dat moet. En er moet natuurlijk geld op de bank komen voor mijn familie. Ik moet 3 kinderen voeren. Moeilijk. Het staat er ook gewoon de hele video. Ja, is fucked up. Ik weet niet wat je met al deze dingen hebt gedaan. Waarschijnlijk aan je kinderen gegeven. Zo van hier, een emoji powerbank. Leuk speelgoed. Hier, een emoji pillow. Mooi interieur. Volgende. Als piraat uit Rijksmuseum gestuurd. Klinkt als een leuke video. Klinkt heel nice. We zijn er klaar voor. Ik wil wel zien hoe je als piraat uit het Rijksmuseum gestuurd wordt. Ark, pirates. Ark! Twee kogels. Ark, pirates. Killing those Ark, pirates. Op dit moment zijn we aan het battelen tegen andere YouTubers in het spel Pirate Kings. Het is een tof en simpel spel. Je begint met te draaien aan het rad, je verdient geld, je bouwt je eigen en steelt eilanden van je vrienden. Wat ook super, super, super vet is, we hebben onze eigen karakters in de game en daar kan jij dus mee spelen. Hoe vet is dat? Heel vet. Heel vet. Poef. Deze, kijk, ik zag jullie. Jullie denken dat mijn werk overrated is en dat ik hier te veel voor betaald word. Denk nog eens na, niemand anders wou deze job op zich nemen. Je kon kiezen tussen dit en campagnes. Ark. Pirates. Ark Pirates. Hoe ik aan 89.000 euro kwam voor mijn auto. Punch. BMW X3. Kijk, dat wil ik weten, snap je? Ik ben zelf heel erg scared. Ik heb zelf geen auto. Ik wil wel eens weten hoe je een auto kan kopen. Teach me. Of je kan gaan werken, of je kan je geld sparen. Weet je, hier, ik heb een app voor je. Check. Ik heb een app voor je. Kijk, dat is de zin die je nooit moet vertrouwen. Ik heb een app voor je. Yo, Joey, ik hou van je, sorry.
doe ook maar waar van mij verwacht wordt, snap je? Kijk, kijk eens YouTube op. Dat is wat ik doe. Jullie zien deze titel, je denkt, hoe de fuck kom je aan die 89.000 euro? Komt hij met een app. Download de Gimme app hier. Hoe ben je aan die 89.000 euro gekomen? Oehoe. Hoe ben je aan die 89.000 euro gekomen? Je hebt 7 euro per week gekregen. 89.000 euro. Weet je hoeveel fucking weken je dan moet sparen? 89.000 gedeeld door 7. 12.714 weken. Dan kan jij die BMW X3 kopen. Kijk, je had deze video gewoon even in 10 seconden ook kunnen maken. 12.800 weken. Dat is 245 jaar. Dan moet je 245 jaar sparen en dan kan jij die BMW X3 kopen. Weet dat het al gebeurd is bij deze, maar ik ga het gewoon nog eens doen. Het voelt goed om die purge even op YouTube te gooien, snap je? Even die... Ik ga niet liegen, deze job is beter dan campagnes. Not in it for the money, though. Je kan superveel kinderen toevoegen, ligt eraan hoeveel kinderen je natuurlijk hebt. Is er een campagne voor ouders? Bro, je hebt de volledig verkeerde doelgroep Volgende. Tolgan als gamer, de beste vriend van DutchTuber. Ik ben een viezerik, Dirty Mind Challenge. Nice. Ik wil die Dirty Mind Challenge wel zien, Ton. Ik denk best wel vies soms, ik zie vies. Ja, je ziet er ook fucking vies uit, joh. Ik weet niet wat die shit in je nek is en zo. Gezichtsverzorging is ook te veel gevraagd, denk ik. Oké, voordat we de challenge gaan doen. Er is een soort van een sms-machine genaamd Bongo. Wat je kan doen is... Bongo! Bongo is meer dan alleen killen. Bongo voor Bongo zou je verkracht moeten worden. Oké, deze wordt leuk. Leuke Dirty Mind Challenge. Hopelijk heb je met geld van deze campagne zeep gekocht om je gezicht even te wassen. Snap je? Bitches, yo. Tolgan. What the fuck? Bongo. Bongo. Kijk, over Bongo, ik ga er niet te veel woorden over vuil maken. Als jij al eens een sms hebt gestuurd naar Bongo, dan heb je gewoon hersenproblemen. Dan heb je gewoon een achterstaande hersencellen en zo. Als je dat leuk vindt om zo te sturen naar zo'n sms-ding, kijk zeker doen, ja. Ik was 21 seconden in deze video. 21. Probeer het zelf ook uit. Een vraag plus volledige naam plus woonplaats naar 707. En kom erachter wat Bongo allemaal over jou weet. Laat me weten hoe het bij jullie gaat. Fuck, deze hebben we al gehad. Deze is al gekild. Broertje vs broer challenge. Ik heb wel zin in die broertje vs broer challenge. Ik vind het altijd leuk als YouTubers video's maken met een broertje. Ik vind het niet zo leuk als ik een broertje zou moeten. Maar wat moet, dat moet. En als het moet gebeuren, dan moet het gebeuren, snap je? What the fuck heb je op je hoofd? Alsjeblieft. Jullie hebben twee keuzes. Dit is of A, een soepkom, of B, een battle arena. Ja, het staat er eigenlijk op. Weet je, tuur, we gaan het gewoon uitpakken en we zien het vanzelf al. Deze doet voor mij nog 1000 keer meer pijn. Ik weet niet welke enge rip-off dit is van Beyblade. Beyblade moet je respecten. Ik ben opgegroeid met Beyblade. Dit is geen Beyblade. Dit is de engste rip-off dat ik ooit heb gezien van Beyblade. Ik weet nog dat ik op school aan Beyblade was voor mijn leven. Zie ik dit. Wat is dit zelf? Is het een dildo? Ik weet het niet. Een vibrator, een pocket pussy, I don't fucking know, yo. Turkies. Kwartier granzieren is niet meer. Rest in pepperonis, bitches. Leuke campagne. Die Beyblade shit. Perfect om dat op YouTube te tonen. Dus. Nu gaat zeker iedereen die shit kopen. Oh shit, babe. Wow. Volgens mij hebben we het uitgevogeld, jongen. Holy shit. Hey, yo boys. Is het die edit hier? Ik moet even iets zeggen waar ik op let terwijl ik deze video aan het editen ben. Het is grappig om te zien hoe hij zijn broertje gebruikt om het zo... minder erg te laten overkomen dat je campagne aan het doen is. Alleen dat ze broertje zo leuke dingen vinden. Zo vinden dat de Beyblade is en zo. Grappig. Gewoon opmerkingen. Snap je? Gewoon Om nu even toch te tonen aan jullie. Hoe het wel zou moeten. Om nu even te tonen aan jullie waar niet gekild wordt. Ik heb een mooie variant gevonden van deze video waarvan ik denk... zo had je het beter kunnen doen. En het grappige is dat deze YouTuber echt veel minder subs heeft dan Ties. Kill movies. Je ziet al linksonder staan. Bevat betaalde promos. Hij heeft die er niet eens zelf ingezet. Dat is gewoon die add-on van YouTube. Die elke YouTuber kan aanklikken. Maar geen één YouTuber zet dat aan. Omdat, snap je, als je dat aanzet, kom je ervoor uit dat je campagne hebt gedaan. Hij is vriendelijk. Hij doet het. Als je dacht dat Ties gewoon even zin had om te bijbleden met zijn broer. Ja, dat kan ook, snap je. Misschien is dat zo. Kijk, ik ga toch laden, snap je. En hoeveel likes hebben we gehaald? Ja, ik ben de tel kwijtgeraakt. Kijk, hier komt het. En dan is de bedoeling dat hij dan gaat spinnen. Ja. De Beyblade heeft... Hij heeft het gedaan met zijn opa. Het is een vieze campagne voor iets wat geen Beyblade is. Het interesseert me geen hol. Maar ik vind persoonlijk dat dit minder aangesmeerd overkomt dan die andere. En je mag me killen daarvoor. Je mag nu zeggen van, yo, is het popje zelf. Ik vind dat deze beter overkomt. Deze is spontaner, leuker en hij heeft zelf in de video toegegeven dat de campagne is ineens mooi. My friend's got an awesome idea for Fanta. Check it out. Ik ben nu nergens en ik neem deze Fanta spot over.
Ik vind deze zo cringy, maar tegelijkertijd ook zo. Snap je? Dit is een reclame voor op televisie. Ja. Er is niet echt een campagne meer. Er is echt gewoon een reclamespot. Deze is een stapje hoger. Daarop mag ik niet oordelen. Snap je? Ik ben die campaign popper. Ik mag niet op reclamespots oordelen. Ook al vind ik deze reclame echt cringy as fuck. Het zit wel leuk aan elkaar en het is een typische frisdrank, lekker ramen, dus ik ga deze ook gewoon niet poppen. Nice. Er zijn veel doden gevallen vandaag. Er zijn een paar YouTubers verloren. Kwartier Granzier is niet meer. Andere YouTubers zijn ook gesneuveld. King Alert komt ook nooit meer terug. Als ik voel dat het ooit weer nodig is om naar buiten te komen, dan doe ik deze harde jassie weer aan. Dan gaan we terug op jacht. Bedankt om te kijken naar deze video. Klik zeker nog op een andere video en kijk zeker nog even naar een video van mij. Ik heb het echt nodig. Ik zit bij die shooter gang. Klik op een van deze video's. Doe het alsjeblieft. Ik heb het echt nodig. Of subscribe of klik nog op een video. Ik weet het niet. Tot de volgende keer.